Ik ben Inja en vandaag op mijn bord een vers broodje aap. Dat is geen rozijnenbrood met confituur en bonobo, maar wel een vreemd en raadselachtig mysterie. Ingestuurd door een ketnetter met een reusachtig vraagteken. Is dit verhaal echt waar of niet waar? Dat zoek ik uit in deze podcast Broodje Aap. En deze aflevering gaat over Manneke Pis, de blusser van Brussel. Vandaag trein ik naar de rand rond Brussel, naar Dilbeek. Hier woont Orion. Hij is 8 jaar. Achter deze grote rode poort staat zijn gezellig huis waar hij woont met zijn mama, papa, schapen en zijn kat. Snoepje. Hallo Inja. Hey Orion, hallo. Ça va met jou? Ja. Heb je een beetje zin in vandaag? Ja. Het is gek om zo'n rustig plekje te zien, zo dicht bij het drukke Brussel, vol auto's en getoeter. Voor we onze speurneuzen aan het werk zetten, laat Orion mij de groenste tuin van randje Brussel zien. Daar is mijn kat. Ik denk dat hij aan het jagen is op de muizen die er nog rond aan het lopen zijn. Orion vertelt me over een broodje aapverhaal dat zich afspeelt in het hartje van onze hoofdstad. Misschien wel het allerbekendste broodje aapverhaal van heel het land. Van Manneke Pis. Ja? Het verhaal die de meeste mensen kennen is dat Manneke Pis was een manneke die in de straat loopte en op een dag was er oorlog en zij hebben de stad in de fik gestoken. En Manneke Pis heeft al het vuur uitgeblust met wat? Met pis. Dus hij heeft zelf heel dat vuur geblust. Met pis. Met pis. Ja. Dus hij heeft alles uitgeblust. En dat is wat wij gaan onderzoeken eigenlijk. Ja. Het verhaal van het bekendste manneke van ons land. Manneke Pis. We kennen allemaal het blote jongetje dat staat te pronken in het midden van Brussel. Misschien heb je het zelf al eens gezien. Het is een klein standbeeldje. Maar niemand kent het echte verhaal van dit manneke. Het verhaal van Manneke Pis wil ik wel echt weten hoe dat gebeurd is. Heeft dit manneke echt bestaan? En was hij ooit de held van Brussel, die met zijn pis de stad bluste? En om dat te weten te komen, moeten we op bezoek bij dat pissend Brussels ventje. Orion en ik trekken naar de grote stad. Het is een mooie dag en het centrum krioelt van de toeristen. Om ons heen klinken allerlei verschillende talen. Welke talen wil je allemaal kunnen spreken? Spaans, Italiaans, Engels, Nederlands en Frans kan ik al. Want jij bent eigenlijk tweetalig, Orion. Ja, ik ben tweetalig. En ik probeer zoveel talen te leren dat ik kan. Jij wilt ook beter Engels kunnen. En wat kan je al? Tea, koffie. Koffie? Please, small. Dat is goed, want dan kan je vragen. Do you know this small manneke? We wandelen richting Manneke Pis. We zijn er bijna. En kijk, daar heb je al de toeristen. En daar heb je nog Brusselse wapens. Wat is er eigenlijk aan het gebeuren? En al die toeristen naar Manneke Pis aan het gaan. En daar, op het hoekje van twee straten, staat een horde toeristen. Ze dringen allemaal samen en kijken een beetje naar boven. Selfie-sticks en Brusselse wafels, allemaal samengepropt op een heel klein stukje. En daar staat hij, Manneke Pis. Hij is toch wel klein? 55 centimeter groot. Hij pist richting het hoopje toeristen waar wij nu ook tussen staan. Hij heeft krullen haren op zijn kop. Hij is aan het glimlachen. Met zijn rechterhand staat tegen zijn heup. Zo. Zijn heup, juist ja. Over zijn hoofd. En zijn linkerhand zet hij op zijn piemel en hij doet pipi. Zou er hier iemand rondlopen die het verhaal van Manneke Pis kent? Die weet of hij echt bestaan heeft? Orion haalt zijn uiterst beste Frans boven en ik mijn Engels. En we vragen even rond. What do you know about him? Not a lot. You wear clothes sometimes. Hij draagt soms kleren, maar op dit moment niet. Est-ce que vous connaissez peut-être une histoire de Manneke Pis? Ken jij het verhaal van Manneke Pis? Pas du tout. D'accord. Niks. Est-ce que vous savez peut-être... Zou hij bestaan hebben? Maybe. You know, anything is possible. I don't know. Kennen jullie het verhaal van Manneke Pis? Dat hij vuur geblast heeft. Op vuur geplast. Ja. Dat is ook het verhaal dat wij van hebben gehoord. Hè? En denken jullie dat hij dan ooit echt heeft bestaan? Misschien. Nee. Kan zijn. Ze zeggen dat er ook een verhaaltje is van dat een heks hem betoverd heeft. Nee, dat hij altijd moest pissen. Ja. Dat hij voor altijd moest pissen. Ja, en dat er een gast... Een heks?
een toverspreuk? Dat is weer een heel nieuw verhaal. Maar ook het verhaal van het vuur dat geblust werd door manneke Pis. En ze zijn niet de enige die dat hebben gehoord. Misschien een hij daar, met een zwarte t-shirt en een zwarte boekentas. Ik vraag aan de toerist of hij denkt dat manneke Pis ooit echt hier in Brussel woonde. It has to be true, right? I mean, is he the hero of this country? De man denkt dat hij misschien wel echt zou kunnen zijn. Hij vraagt of manneke Pis de held van ons land is. We learn when we were kids back in China. Dat is blijkbaar wat hij geleerd heeft. In zijn land, aan de andere kant van de wereld, in China. We must have a translated name. Yeah. Manneke exactly Pis is echt wereldberoemd. Zelfs in China kennen ze hem. Wel onder een andere naam, maar hij kent het verhaal van het brandende Brussel en een heldhaftig manneke dat de stad blust met zijn pipi. Het is echt een verhaal dat de wereld rondgaat. Dan zou je toch al moeten denken dat het echt gebeurd is. Ja. Misschien is dit verhaal helemaal geen broodje aap. Dat zijn de Brusselse en dat zijn de Luikse. We laten het allemaal even bezinken. Maar dat gaat natuurlijk niet op een lege maag. Wauw. Thanks. Veel te veel slagroom. Genoeg chocola. Net genoeg chocola. Ja. Niet te veel, niet te weinig. Nee. Er zijn er veel die informatie wisten, maar ik had verwacht dat er meer waren. Dat er meer mensen het verhaal kenden. Ik ga hier voor veel te groot. Veel te groot. Maar veel te lekker. We weten ook dat het een beetje gek klinkt. Een brandje blussen door erop te plassen. Maar we hebben nog niet bewezen dat dit onmogelijk is. Daarvoor moeten we het zelf testen. Om dit veilig te doen, stappen we naar... De brandweerman. De brandweer. We gaan naar Aalst, want de brandweermannen uit de kazerne van Aalst willen ons helpen om een vuurtje te maken en dat te blussen. En we gaan dat proberen te blussen met een kleine trap. Echt pissen op het vuur doen we niet. Maar we gaan het wel proberen te reconstrueren, zoals in een echt wetenschappelijk onderzoek. We hebben een waterpistooltje meegenomen. Eentje dat kan dienen om zo'n straaltje water te creëren. Alsof de echte manneke Pis daar zelf zou staan plassen. Alleen zo kunnen we te weten komen of dat Brussels jongetje in staat was om zelf op zijn eentje een hele stad te blussen. Orian, je weet dat je dat niet mocht doen, hè, thuis vuur stoken. Dat is brandweerman Bram. Hij geeft ons meteen al een eerste waarschuwing. Dit mag je zelf op je eentje nooit of te nimmer doen. Ja, dat weet ik. Bram legt op een metalen deksel enkele houtblokjes op elkaar. En hij steekt ze aan. Je weet als er iets gebeurt... Blussen, hè. Het vuurtje begint te branden. We staan op een veilige afstand toe te kijken. Orion heeft het waterpistool in zijn handen. Dus elk vuur begint bij een klein vonkje. Of bij iets heel klein. En dan breidt dat uit. Dus het hangt er allemaal een beetje vanaf wat dat hij juist heeft willen uitplassen, manneke Pis. Een hele stad eigenlijk, hè, Orion? Een hele stad, ja. Als het vuur groot genoeg is, kan hij nooit dicht genoeg geraken om het vuur uit te plassen. Ja. Daarmee dat wij speciale kleren dragen, maar manneke Pis... Jawel, manneke Pis heeft de kleren van de brandweerman. Natuurlijk, op het moment dat hij dan wil pipi doen, moet hij wel een stuk van zijn kleren uitdoen. Ah, ja. Bram, de brandweerman, vertelt ons al dat pissen op een vuur best moeilijk is als er heel veel rook is en veel warmte. Dat betekent al dat het verhaal van manneke Pis al snel onmogelijk klinkt. Maar ons onderzoek is nog niet ten einde. De truc voor goed te blussen, Orion, is dat je een beetje kijkt naar de wind. Ja. Dat er ook niet in ons gezicht zit. We hopen vurig dat het lukt. 1. Orion richt zijn geweer. 2. Recht op de kern van het vuur. 3. Niet kunnen aanraken. Het is niet gedoofd. Oei. Er was een klein gesis, maar de vlammen hebben het overleefd. Oké. Manneke Pis zal dit vuur misschien ook niet in één plasje gedoofd hebben. We proberen nog een keer. 1, 2, 3 en... Kijk. Het komt terug. Weer mislukt. Veel water kan er niet meer in de blaas zitten van dit kleine manneke. Orion vult het waterpistool voor een laatste keer. Ik moet dichter staan. Ik denk dat daar de laatste, de genadeslag, hij komt. Hij neemt een aanloop en... Het vuur sist en sputtert nog een beetje tegen. En dan... Ja!
niets meer. Ik denk dat het nu echt geblust is, Orion. Het werkt. Wel pas na 3 keer. Wat kunnen we nu eigenlijk afleiden uit dit brandgevaarlijke experiment? Is het mogelijk dat Manneke Pis een hele stad heeft uit kunnen blussen? Manneke Pis zou maar een blaasinhoud kunnen hebben van 25 centiliter. En als wij met de brandweer een huis gaan blussen, en dat is dan nog maar 1 huis en geen stad, in onze kleinste brandweerwagen, als we gaan blussen, daar zit minimum al 2500 liter water in. Dat is 10.000 keer zoveel. Zelfs na 3 keer pissen zou het dus niet mogelijk zijn om een hele stad te blussen. Nee, dat is fysiek niet mogelijk. Amai, en dan voor een hele stad heb je waarschijnlijk veel brandweerwagens nodig. Ja, inderdaad. Als er een groot incident is, dan komen we met meerdere wagens. Dan hebben wij speciale tankwagens. En daar zit dan direct een kleine 13.000 liter water in. Zoveel liter water kan onmogelijk uit 1 blaas komen. Ons onderzoek is dus eigenlijk uitgedraaid op een, ja, sisser. We bedanken Bram en keren terug naar het station. Dank u. Het is graag gedaan. Blussen door te plassen. Voor de brandweer is dat zonder twijfel een broodje aapverhaal. Een leugen. Een sprookje. En misschien hebben ze wel gelijk. Het klinkt ook wel echt als een sprookje. Het is geen sprookje met prinsessen en tovenaars, maar wel een sprookje met een Brusselse held. Schrijver Tanguy Ottomeyr schreef onlangs een boek vol met Belgische sprookjesverhalen. En ook het verhaal van Manneke Pis staat in dit boek. We zijn naar Antwerpen op weg. We spreken met hem af. We gaan naar een schrijver die een van de verhalen van Manneke Pis heeft geschreven. Ja. Zou deze schrijver misschien weten of er iets van het verhaal van Manneke Pis waar is? Misschien heeft hij... Ik denk niet dat hij Manneke Pis heet. Maar misschien was er wel ooit een manneke dat piste. Op naar Antwerpen. De ene stad uit en de andere in. Zo vinden we misschien het antwoord. Hallo. Hallo. Tanguy woont in een prachtig huis in Antwerpen. Met uitzicht op de kathedraal die pronkt in het midden van de stad. En nu staan we op de plek waar deze schrijver een verhaal schreef over Manneke Pis. Dat het Manneke Pis een jongen was die overal piste, waar hij niet mocht pissen. De stad Brussel stond in brand. En gelukkig was die kleine Manneke Pis daar. En daar is Manneke Pis alles uitgepist. Dus wat is de clue van het verhaal? Je moet veel water drinken, want dan kun je veel pissen en kun je branden en plussen. Deze kleine held zou, volgens het boek van Tanguy, Brussel hebben gered. Er is een gigantische held, ook al is ze maar klein, maar je moet soms niet groot zijn in persoon om een held te kunnen zijn. Hè? Daar is Manneke Pis een heel mooi voorbeeld van. Maar hoe was hij dan zo slim om het vuur uit te blussen met zijn pipi? Dit zijn mijn helden gewoon. Hè? Die gaan op hun instinct af en die zeggen van ik moet hier iets doen, ik moet hier iets doen. En in een noodsituatie doe je soms zaken dat je zelf nooit had gedacht dat je zou kunnen doen. Ik moet hier iets blussen en het enige dat hem kon doen, dat was pissen. Maar volgens Bram de brandweerman zou het onmogelijk zijn dat zo'n klein mannetje dat vuur helemaal alleen zou geblust hebben. Dat is de grote vraag natuurlijk. Hè? Wat is er gebeurd en wat is er niet gebeurd? Eerst en vooral vind ik het altijd belangrijk. Een goed verhaal is een goed verhaal. Of dat nu gebeurd is of niet, blijft een verhaal. Ja. Ik denk dat dat allemaal echt gebeurd is. Anders gaat het toch niet zomaar een plassend jongetje een beeld van maken en daar een monument dit van verhaal, maken. Dit verhaal, dit wereldbekende verhaal, kan toch niet van nergens komen? Als dit een sprookje is, wie verzint dat dan? Stadslegendes ontstaan eigenlijk meestal uit dat er iemand ineens vertelt ik heb ooit iets meegemaakt, dat, en dan beginnen die een verhaal te vertellen. En dat wordt van generatie op generatie doorverteld. En soms wordt er wel eens iets bijgefantaseerd of wordt een verhaal wat aangedikt. Als er dan iemand anders iets schrijft en dan nog eens iets schrijft, ja, een verhaal gaat met zijn tijd vaak wel wat mee. En dat leeft. Ja. En dat leeft, effectief. Ja. Een schrijver leest en verzint en zo veranderen verhalen die al eeuwen oud zijn. Is het waar of is het niet waar? Misschien is er 1 verhaal van die duizenden verhalen waar, man. Maar welk? Ja, welk? Een stadsverhaal verspreidt zich als een lopend Brussels vuurtje en komt dus vaak wel ergens vandaan. Maar van waar? Deze Antwerpse schrijver heeft ons weer verder op weg gezet. Dank u. Alsjeblieft. Orion en ik gaan terug naar de stad van Manneke Pis. Het was een lange dag en we hebben veel ontdekt. Manneke Pis is wel echt wereldberoemd. Er circuleren veel verhalen over hem. Van vuren blussen tot toverspreuken van heksen. Iedereen kent hem.
maar niemand weet of hij echt heeft bestaan. We laten alle informatie van de dag even sudderen. Om dan opnieuw op pad te gaan. Ben je klaar voor dag 2? Waar is dat lopend vuurtje ontstaan? Van waar komt dat eerste vonkje van dit wereldberoemde verhaal? Waar gaan ze ergens waarheid bewaren? Het stadsarchief ligt niet ver van het beroemde manneke. Dan zouden we kunnen vinden misschien wat zijn familienaam is en wat zijn echte naam is. Want manneke is geen naam en pis is geen familienaam. Dus misschien komen we wel te weten of hij echt heeft bestaan of niet. Er is niemand hier die terugkomt van de 16e eeuw en die gaat zeggen: ah ja, manneke pis, ik heb hem al ontmoet. En niemand gaat dat kunnen doen, hè. Maar misschien vinden we wel iets anders in dat archief. Archief van de stad Brussel. We hebben het gevonden. Ik zie te veel trappen. Zoveel trappen. En zoveel verdiepingen. Ja. Zouden daar allemaal boeken staan? Dus, het is nummer 24 in uw tafel. Oké, dankjewel. De documenten zijn boven. We lopen naar boven via de krakende houten trappen. Het is een indrukwekkend gebouw, met zeker wel 10 verdiepingen. Grote, hoge kasten staan in het midden van de zaal. En daarin staan mappen. En die mappen hebben kaartjes met onderwerpen op. Van stambomen tot gebouwen, Brusselse straatnamen en Brusselse monumenten. Kijk, een kar vol informatie. Orion. Allemaal een monkepis. Ja. De archivaris legt een dik boek op tafel, met een bladwijzer erin. Ik zie een hele dikke boek, met, die heel oud is, met heel veel stoffen op. En het is geen papier. Het is bijna perkament of zo. Ja, perkament, ja. We slaan het boek open. Dat is mooi geschreven, maar onleesbaar. Maar twee woorden zijn wel leesbaar. Het manneken pist. We hebben het gevonden. De allereerste keer dat er over mannekepis gesproken wordt. 1451. Maar het is niet over een echt manneke. Het gaat hier over... De fontein staat ongeveer in het midden. Het gaat hier al over een fontein. De fontein van mannekepis. En die staat hier niet alleen. Die is verbonden met een heel waternetwerk in de stad Brussel. Dus dat betekent dat Brussel vol fonteintjes stond... En manneke Pis was daar één van. Maar ik denk meer en meer dat hij bestaat, want als er zo'n oude documenten over hem zijn, dan kan het wel dat hij bestaat. Orion geeft niet op. Het is niet omdat manneke Pis in 1451 een echt waterfonteintje was, dat dat bewijst dat hij niet bestaan heeft. Wow. We zoeken verder. Hé, hey, dit is interessant. Echt, hè? We vinden nog iets. Een document uit de 17e eeuw. Dus Lodewijk de 14e bombardeert Brussel. Deze tekst die duidelijk maakt... We lezen een tekst. En daarin wordt verteld dat manneke pis gebruikt wordt als symbool. Een soort mascotte van de Brusselaars. De schrijver heeft manneke pis gebruikt om een verhaal te vertellen. Ja, hij was een beeldje die de Belgische steunde om verder te vechten totdat ze winden. Voor de Brusselaars die tegen... De Fransen en de Spanjaarden vochten. Ja. Het beeld was er eerder dan het verhaal dus. Ja. Manneke Pis was dus nooit een echt manneke. De eerste keer dat hij in een verhaal gebruikt werd, was in de 17e eeuw. En daarvoor was hij gewoon een waterfonteintje. Ik vind het van de ene kant goed en van de andere kant slecht. Want als Manneke Pis echt heeft bestaan, was Brussel vol pis. En... En van de andere kant vind ik het niet goed, want al die verhalen, dat zou leuker zijn als ze echt bestonden, maar ze moeten niet bestaan. Maar het zou heel grappig zijn als ze echt bestaan. Ja. Het was leuk geweest als dit verhaal van manneke Pis echt was gebeurd. Als hij echt het vuur van Brussel had getrotseerd en het geblust had met zijn eigen pis. Maar dat verhaal blijkt gewoon niet waar. Net wanneer Orion en ik denken dat we alle raadsels van dit Brussels manneke opgelost hebben, doen we plots nog een nieuwe ontdekking. Geroofd door Antwerpen studenten nog... Manneke Pis is ooit gekidnapt geweest. Allee, het beeldje toch. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Zo'n dikke 50 jaar. Maar wie heeft hem ontvoerd? Hier staat er dat na een anoniem telefoontje wordt het deel van het beeldje dat er het jaar voordien gestolen was opgewist uit het kanaal Brussel-Charleroi. En de twee stukken van het beeld worden nu bewaard. Kan je het lezen? Bewaard in het broodhuis. Lezen we dit nu goed?
is het manneke pis dat in het midden van Brussel staat te pronken en te plassen niet het echte manneke pis? Nu moeten we naar het broodhuis gaan. Ja. We haasten ons naar buiten. We zijn klaar met onze documenten. Ja, ja, we zijn klaar. Het is een kwartiertje wandelen van hier en we passeren... Manneke pis is fake! In het broodhuis heb je de echte! Heel veel toeristen. Gelukkig kan Orion de echte waarheid die we vandaag ontdekt hebben eindelijk van de daken en door de straten schreeuwen. Bijna aan het broodhuis. We moeten naar de andere kant. De andere kant. De andere kant. Het is wel spannend. We gaan op bezoek bij het echte manneke pis. Dat enorm gebouw daar. Wat? Dat is het broodhuis. Echt waar. Op de grote markt van Brussel staat een groot en prachtig gebouw. Ik weet zelf niet wat dat is, het broodhuis. Een huis van brood maakt. Recht tegenover het stadhuis staat het Broodhuis. Een museum vol beelden en maquettes van de stad. En daar staat het enige echte beeldje van dat plassend mannetje. Wow. We hebben hem gevonden. Dit is hem. Ik wil zijn billetjes zien. Hé. Een stuk van zijn bulk is er zo ook van. Ah, maar dat is waar het slangetje doorgaat van het water, denk ik. Dat zou wel kunnen, hè? Ja. Is het verhaal van manneke pis dan een broodje aapverhaal? Ja. Ja, hè? Het is een broodje aapverhaal. Het is niet waar. En dan niet alleen. We ontdekten dus ook dat al die duizenden, miljoenen toeristen die elk jaar naar Brussel komen om manneke pis te zien... misschien niet eens weten dat het echte en oudste manneke gewoon enkele meters verderop staat... in het broodhuis. Ik vind het spijtig dat het geen echte manneke pis is. Ja. Maar ik vind het niet erg dat het verhaal niet erg bestaat. En een verhaal is altijd goed, zelfs als het nooit bestaan heeft. Een symbool dat ervoor zorgde dat Brussel de moed niet verloor. En het heeft al superveel toeristen naar Brussel gelokt. Hè? Toeristen van over heel de wereld. Maar Orion wilt hij nog wel dit meegeven. Hallo iedereen, de toeristen zeker. Als jullie komen van Spanje, China, Marokko... als jullie in Brussel komen gewoon om de manneke pis te zien... is het beter om naar het broodhuis te gaan. Waarom? Je gaat teleurgesteld om de manneke pis te zien. 1. Want het is maar 55 centimeter en geen 3 meter hoog. 2. Je gaat ook teleurgesteld om de manneke pis te zien, want hij heeft nooit bestaan. 3. Omdat het een fake manneke pis is. Fake of niet fake... dit bronzen beeldje van een klein manneke heeft zoveel betekend voor de Brusselaars. Voor heel België eigenlijk. Had je verwacht dat we dit verhaal gingen ontdekken? Dat het geen echt verhaal bleek te zijn? Ja, dat had ik wel verwacht. Ja, had je wel gedacht. Maar ik had helemaal niet verwacht dat we hier terecht gingen komen. En hier zijn we. Op het einde van het verhaal. Het verhaal van manneke pis die Brussel bluste, maar dan toch blijkbaar niet. Nu Orion de waarheid kent achter dit broodje aapverhaal, kan hij dit vuurtje weer verspreiden. En wie weet staat er binnenkort een groep toeristen aan te schuiven aan het broodhuis, waar we nu zijn. Maar het verhaal van de kleine held die de hele stad redde van een brand, blijven we ook vertellen. Want of dit verhaal nu waar is of niet waar, het is sowieso goed. Dit was Broodje Aap, waar of niet waar. Merci Ruben, Jade, Cecilia, Leonie, Marcel, Sam en Orion voor al jullie verhalen. Dankjewel aan eindredacteur Els van den Abelen voor de duizenden goede ideeën. En aan mijn co-monteur en componist van de soundtrack, Lucas de Man. Aan Tinneke van Ransbeek, mijn rechterhand tijdens research en opnames. Aan Jean Nguyen Huy voor het grafische werk en het vrolijkste aapje. Aan Julie de Wit voor al de productionele hulp. En merci aan de fantastische stadsarchieven en bibliotheken van Gent, Aalst en Brussel. En aan iedereen die deze verhalen samen met ons vertelde.